Crisisteam Rijkswaterstaat bijeen vanwege hoge waterstanden. Het is vrijdag 13 januari. Dit is Zeeland Nu. Toch blijft de stormvloedkering voorlopig open. Eerste aanhoudingen na nieuwjaarsrellen. En blijft Termfos het enige zorgenkindje. Goedenavond. Extreem hoge waterstanden waren er voorspeld. En de kans bestond dat de schuiven van de stormvloedkering zelfs dicht zouden gaan. Maar het bleek niet nodig. Wel kwam het crisisteam van Rijkswaterstaat vanmiddag bijeen in het Topshuis op Neeltje Jans om alle opties te bekijken. Rond 3 uur vanmiddag had hij moeten sluiten. In het Topshuis van Rijkswaterstaat op Neeltje Jans was men paraat. Maar de kritieke waterstand van 3 meter boven NAP werd niet bereikt. De stand is nu 2,40 meter aan de Noordzeezijde. En hij is 2,52 meter geweest. Dat was het hoogste wat we gemeten hebben tot nu toe. Maar dicht of niet, het blijft natuurlijk bijzonder om te zien met zo'n storm. Nou, met dit weer ben ik altijd met mijn camera onderweg om prachtig mooie natuurfoto's te proberen te maken. En zeker van deze elementen. Ja. Wat is daar zo mooi aan? Ja, wind, water, alles. En op de stormvloedkering staat verslaggever Anouk de Gardijn. Anouk, is het nog een beetje uit te houden daar? Nou ja, het is gelukkig net opgehouden met regenen, want het was hier heel hard aan het regenen. Maar stormen doet het wel degelijk en koud is het ook. Naast mij staat Erik van der Wegen van Rijkswaterstaat. Ja, uiteindelijk is het dus allemaal wel meegevallen vanmiddag. Ja, achteraf is het zeker meegevallen. Maar de verwachtingen waren natuurlijk best hoog gespannen. Dus daarvoor zijn we hier ook operationeel. Maar achteraf, dus voor deze middag, is het gelukkig meegevallen, ja. Dit zijn denk ik wel de leukere dagen om bij Rijkswaterstaat te werken, toch? Ja, zeker. We zijn natuurlijk heel het jaar zijn we bezig om de kering operationeel te houden. En, en dan op zo'n dag als vandaag, ja, dan moeten we ervoor staan en dan moeten we ervoor klaarstaan. En gelukkig doen we dat ook. Dus daarom zijn we hier ook nu. Hè? Is het eigenlijk jammer dan dat hij niet dicht ging? Ja, soms vind ik het wel jammer natuurlijk, want we vinden het ook wel mooi om weer te laten zien dat we er ook klaar voor zijn, hè, op dit moment. Maar vannacht krijgen we weer een topper natuurlijk. En, dus het kan nog zijn dat misschien we vannacht nog gaan sluiten. Ja, want hoe nu verder? Waar hangt dat nog vanaf? Nou, op dit moment zijn de verwachtingen om ongeveer 2:50 vannacht een waterstand van 2,80 meter boven NAP. Het marktstal is natuurlijk 3 meter voordat we sluiten. Dus als het zo blijft zoals nu de verwachtingen zijn, ja, dan gaat dat niet gebeuren. Maar je ziet met deze wind, het wordt steeds heftiger. En de wind kan nog roet in het eten gooien, waardoor we toch nog moeten gaan sluiten. Daarom blijven we dus gewoon ook nu operationeel. Nou, het blijft dus spannend hier, maar tot nu toe valt het mee. Ook in de rest van Zeeland viel het mee tot nu toe. Geen grote schade, geen gewonden. Maar er waren wel heel wat maatregelen nodig om schade te voorkomen. Bij strandpaviljoen De Zandput in Vrouwenpolder zijn gisteren al de laatste obstakels weggehaald die met de hoge waterstand voor schade kunnen zorgen. Met een graafmachine is de trap naar het paviljoen weggehaald en onder de strandtent zijn metalen matten verwijderd. Om te voorkomen dat door het hoge en onstuimige water schade aan het paviljoen ontstaat. De afgelopen dagen is al veel zand weggespoeld bij het paviljoen. En zoals vaker bij hoogwater moest de haven van Breskens er ook aan geloven. Een deel van de kaaien liep daaronder. Die werden uit voorzorg afgesloten, maar grote schade is er niet ontstaan. En in Vlissingen zijn de coupures bij de kazematten gesloten om te voorkomen dat het water de stad inloopt. Ja, ander nieuws dan. De provincie trekt 2,5 miljoen euro uit om het fabrieksterrein van Termfos veilig te houden. Het geld komt uit de algemene reserve en moet voldoende zijn om tot en met april verder te gaan met de opruimwerkzaamheden. De provinciale staten stemden vanmiddag unaniem, maar tandenknarsend in met het voorstel op onze redactie Niels Schuurbiers. Niels, wat betekent deze beslissing? Nou, dat betekent dus dat het werk door kan tot april en dat dus, wat je zegt, de provincie de portemonnee trekt. En dat betekent dus ook dat die wegenbelastingverhoging, waar aan gedacht werd, omdat dat de andere manier is voor de provincie om geld te verdienen, dat die voorlopig van de baan is. Al zegt gedeputeerde debat wel dat nog niet te zien is hoe lang dat dit hele traject gaat duren. Dus misschien dat het in de toekomst nog wel moet gebeuren. Om even aan te geven hoe erg de provinciale politiek geschrokken is van dit dossier, is er vandaag ook gevraagd om een onderzoek of er toch niet meer van deze bedrijven in Zeeland zijn, waar misschien dit soort skeletten in de kast zitten. Want een
tweede Termfos, daar zit niemand op te wachten. Waarom duurt het werk zo lang op het oude Termfos-terrein? Nou, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat fos voor gewoon een heel erg gevaarlijk goedje is. Als het met de lucht in aanraking komt, dan ontvlamt het gewoon. Nou, bedenk daarbij ook dat fosfor in allerlei concentraties voorkomt op dat oude terrein. Wat dan ook de verwerking weer heel lastig maakt. Ja, het duurde gewoon heel lang voordat duidelijk was hoe dat ze deze fosfor moesten gaan verwerken. We hadden 3408 ton, ik weet het precies. En we zitten nu op ongeveer 1030 ton. We hebben nog veel te gaan. We lopen achter, maar we zijn bezig met versnellingsmaatregelen en daar een plan voor te maken. De winst moet komen uit de verwerkingsinstallatie die meer fosfor per dag kan gaan persen en verbranden, nu duidelijk is hoe het proces in zijn werk gaat. Er is nu 30% van de fosfor opgeruimd. Eind oktober, een kleine 2,5 maand geleden, stond de teller op 22%. Maar de verwachting is dus dat het werk gaat versnellen, al is er een klein voorbehoud. Ja, snelheid en veiligheid moeten ook samen hand in hand gaan. Dus ja, liever veilig dan te overhaast stappen nemen. Eind maart zegt de uitvoerder een inschatting te hebben van de resterende werktijd en kosten. Die informatie is erg belangrijk voor de provincie Zeeland, die nu de beheerskosten van het terrein van 700.000 euro per maand als een molensteen om haar nek heeft hangen. Ja, 700.000 euro per maand. Waar gaat dat dan op, Niels? Nou, dan moet je vooral denken aan het veilig houden van het terrein. Daar is dus dat gevaarlijke goedje fosfor nog volop aanwezig. En daarom is er dus ook permanent brandweer en een eerste hulppost. En al die mensen, ja, die moeten gewoon betaald worden om te zorgen dat het daar veilig kan worden weggehaald. Ja, maar hoe lang gaat de provincie nou nog door met het betalen van 700.000 euro per maand? Op een gegeven moment is het klaar, zou je zeggen, toch? Ja, dat is dus de vraag. In maart wordt dus duidelijk hoe het laatste saneringstraject, hoe die nieuwe prognose eruit gaat zien. En hoe lang de portemonnee dus ook getrokken moet blijven worden door de provincie. Ja, tot april gaan ze betalen en in maart gaan ze horen hoeveel langer ze dat nog moeten gaan doen. Niels Schuurbiers, dankjewel. Bijna 2 weken na de nieuwjaarsrellen heeft de politie aanhoudingen verricht. 5 mannen uit Vlissingen zijn opgepakt voor de rellen in het middengebied. En een 6e verdachte meldde zich vanmiddag zelf op het politiebureau. De mannen zijn aangehouden op verdenking van onder meer brandstichting, bedreiging van een buurtbewoner en openlijke geweldpleging. De politie verwacht nog meer aanhoudingen te kunnen doen, maar hoopt daarbij wel op de hulp van buurtbewoners. We hebben de afgelopen 2 weken ontzettend veel informatie binnengehaald. Er zat beeldmateriaal daarbij, daar zaten ook verklaringen bij. Het had eigenlijk ons veel meer geholpen als de buurt ons nog meer informatie had gegeven. En dat geldt ook voor de komende periode. Als mensen nog informatie hebben, laat ze dan contact met ons opnemen. Zijn mensen weigerachtig omdat ze bang zijn? Het zit hem in allerlei factoren, maar dat speelt daar ook een rol in. Het Getijdencollege in Goes wordt overgenomen. De curator heeft een koper gevonden, maar hij wil nog niet bekendmaken wie de nieuwe eigenaar van het mbo-college wordt. Over de details van de overname is vandaag de hele dag overleg geweest. Leerlingen kunnen maandag gewoon weer naar school. Het college was sinds begin dit jaar failliet. Het personeel krijgt van de nieuwe eigenaar een nieuw aanbod voor een arbeidsovereenkomst. Het Admiraal de Ruyter ziekenhuis heeft 10 extra bedden geplaatst op de acute opnameafdeling. Veel mensen kampen met griep en het ziekenhuis heeft het daardoor extra druk. Door de gladheid was het vannacht lastig om patiënten naar andere ziekenhuizen te brengen. Van de 10 extra bedden waren er afgelopen nacht 9 bezet. De patiënten zijn vandaag opgenomen op andere afdelingen in het ziekenhuis of overgeplaatst naar andere zorginstellingen. Ook bij ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen is het drukker dan normaal. Vooral op de longafdeling is het daar extra druk. Ook hier veel grieppatiënten. Het gaat hard met Fet Wuf. Een fictieve vrouw die aan populariteit wint door de tekeningen van illustrator Bianca van Duin uit Kortgenen. Wij gingen langs bij Bianca voor het verhaal achter Fet Wuf. Fet Wuf is een gezette dame. In badpak, blij. Een positieve vrouw die zin heeft in, nou, zal ik maar zeggen, misschien het leven. Ze doet gewoon het ding, ook al heeft ze dat pontje meer. Dat maakt niet uit. Ze is gewoon echt vet met een dikke duim erbij. En vooral een lach op je gezicht over. Dat is de bedoeling ervan. Dit klinkt alsof er ontzettend lang over na is gedacht. Toch is Fet Wuf juist heel spontaan ontstaan tijdens een avondje tekenen met het gezin. Mijn man en mijn dochter die hadden een gitaar getekend. Dat is smal van boven en breed van
van onderen. En toen zei een man van, nou, dat heeft wel een beetje vrouwelijke vormen. Waarop ik zei van, nou, dan maak ik een dikke dame. Bianca zette de tekening op Facebook en werd tot haar verbazing overspoeld door positieve reacties, waardoor ze meteen op een toepasselijke naam voor haar creatie kwam. Ik stond onder de douche en toen bedacht ik die naam. Ja, het is wel vet dat dit zo gebeurt. Wat een vet wuf. En toen bedacht ik van, nou, als zoveel mensen het leuk vinden, moet ik er misschien wel meer mee gaan doen. Dus staat de dikke dame nu op kaarten, op een met de hand geschilderd servies en zelfs op klompen. Bianca tekent haar nu nog als hobby in de avonduren, maar zou er graag haar werk van maken. Ja, ik vind zelf dat de wereld van vet wuf, zoals ik het noem, laat die maar lekker groter worden voor zover de vraag en behoefte naar is, dat mensen het leuk vinden. En vooral dat ik het leuk vind. Want het is voor mij vooral ook heel erg ontspanning. Want iedere keer als ik een tekening afgemaakt heb, dan krijg ik zo'n, een beetje een gelukzalig gevoel of zo. Ik vind het heerlijk om te doen. Het is echt heel erg leuk. Alsof ze een stukje binnenin mij zit en dan weer naar buiten komt. En dat gun ik er ook eigenlijk. Dus ja, we gaan het zien hoe het verder gaat in de toekomst. Want aan inspiratie geen gebrek. Borrels, hapjes, handjes schudden in de abdij in Middelburg is de altijd druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de provincie in volle gang. Mensen uit de politiek, het bedrijfsleven en allerlei Zeeuwse organisaties proosten op een geweldig 2017. Ik praat erover met politiek verslaggever Ferdinand Koppian. Je bent nog hier, je gaat straks naar de nieuwjaarsreceptie toe, hè? Is wel de bedoeling. Hoe is de sfeer daar? Iedereen in pak, netjes? Ja, jij ziet er goed uit met je Colbert. Ik zelf vind ik ook wel. Ik heb vanochtend ook even nagedacht. Maar wij kunnen allebei bij lange na niet tippen aan wat de twee best geklede mensen van het provinciehuis vanavond hebben aangedaan. Gedeputeerde Carla Schoenknecht die heeft een bijzondere jurk aan van Addy van de Krommenakker, een wereldberoemde modeontwerper uit Den Bosch. En gedeputeerde Ben de Reu heeft zelfs een speciaal pak laten maken voor de gelegenheid bij een kleermaker, gebaseerd op een oud Zeeuws pak van een ontwerp van begin vorige eeuw. Nou, dit komt eigenlijk uit de tentoonstelling Handwerk van het Zeeuws Museum. Gebaseerd op de klederdracht is het toch een manier voor mij om, zeg maar, onze Zeeuwse identiteit uit te dragen op een eigen tijdse manier. Zo, mooi pak. Ja, dit is hem. Dit is hem dan. Dat is een jurk die ik gekocht heb bij de show van Addy van de Krommenakker in de Grote Kerk in Goes. Afgelopen zomer heb ik die al gekocht. Ik heb hem ook al gedragen, maar ik ga hem ook in de nieuwjaarsreceptie aandoen. Het is niet zo dat u speciaal iets aanschaft voor een nieuwjaarsreceptie? Nee, dat doe ik niet. Als het toevallig zo uitkomt, dan misschien wel. Maar nou, dit jaar in elk geval niet. Ben de Reu doet dat wel. Hij heeft voor de gelegenheid een speciaal pak laten maken. Gebaseerd op een Zeeuws mannenpak van begin vorige eeuw. Het lijkt een beetje op wat Peter Slager ook doet met zijn nieuwe CD Slik. Dat is eigentijdse muziek op een professionele manier. Maar in het Zeeuws dialect. Hoe lang hangt hij al klaar voor vandaag? Toen jullie belden. ik moest van jullie aangeven wat of ik aan ging doen. Dus toen moest ik er eens even over nadenken. En toen vond ik het toch wel een leuk verhaal. Deze jurk die ik in die kerk dan achter een gordijntje in het hoekje heb gepast. Ik denk, ja, dat heeft toch wel iets. Er moeten ook echte broekstukken moeten erop. En daar staat het Nederlandse wapen op met de spreuk Eendracht maakt macht. En dat is toch een beetje ook het collegeprogramma, hè, van Zeeland, krachten bundelen. En dat staat dan gewoon op mijn broekstuk. Ja, Ferdinand, nou zijn dit provinciebestuurders, hè, die zich netjes maken voor vanavond. Loopt de rest van Zeeland ook een beetje warm voor zo'n nieuwjaarsreceptie? Komen die ook? Nou ja, of heel Zeeland komt. Ik denk wel dat heel Zeeland welkom is. Maar die passen natuurlijk nooit daar in de kloostergangen bij de abdij. Iedereen mag komen. Maar het zijn vooral bestuurders, politici, mensen uit het Zeeuwse bedrijfsleven, uit het maatschappelijk veld, die komen daar, schudden elkaar handjes, proosten en netwerken. Ja, want nou is iedereen altijd nieuwsgierig, voornamelijk naar de nieuwjaarstoespraak, hè, van Han Polman. Is die al geweest eigenlijk? Die is geweest. Een half uurtje geleden is die zo'n beetje afgelopen. En Polman hamert zoals altijd op samenwerking. Maar hij ging ook in op de grote hoofdpijndossiers van de provincie, Termfos en de kerncentrale. De twee grote financiële donderwolken boven het provinciebestuur eigenlijk. En hij kondigde aan dat Zeeland ook in 2017 weer heel hard op de deur gaat bonken in Den Haag om financiële steun. Niet als een Calimero, ook niet als een rupsje nooit genoeg, maar gewoon als sterke, trotse Zeeuwen die goede plannen hebben. En wat hij ook heeft gedaan is het uitreiken van de Zeeuwse complimenten, want dat gebeurt ook ieder jaar bij de nieuwjaarsreceptie. Dat zijn een soort Zeeuwse lintjes, die worden alleen niet op Koningsdag uitgereikt, maar dan bij de nieuwjaarsreceptie van de provincie.
Er is een onderscheiding voor het Kennis- en Innovatiecentrum voor de procesindustrie. Dat zet zich in voor een betere samenwerking tussen bedrijven, zodat die beter in staat zijn tot vernieuwing. Het Kavelruilbureau Zeeland krijgt een Zeeuws compliment, omdat het boeren stimuleert grond te ruilen, zodat ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland in Goes is in het zonnetje gezet vanwege de inzet voor goed openbaar vervoer voor Zeeuwse scholieren. En tot slot krijgt ook de commissie Toekomstige Zorg Zeeland een Zeeuws compliment vanwege de inzet voor een betere samenwerking in de Zeeuwse zorg. Een kleine opwinding gisteren bij liefhebbers van sneeuw. Heel even konden we ervan genieten, zoals hier in Serenhoek. En dit was ook Serenhoek, maar dan vanmorgen veel blauw, zonnig, opeens een heel ander weerbeeld. Later vandaag hadden we veel buien en dat blijft vanavond en vannacht ook zo. Het zijn buien met niet alleen regen, maar soms ook hagel en natte sneeuw. Het gaat volgende week vriezen, maar nu nog niet. De temperatuur daalt naar 2 of 3 graden. En dit was Zeeland Nu voor vandaag. Straks na de reclame is het tijd voor terugkieken. Voor nu wens ik u nog een heel mooie avond. Dag.